Goeiedag kijkers, welkom bij ons nieuwe aflevering van ons TVM-programma Zeg het maar. Directeur van het Nationaal Jeugdinstituut tot lid van het Lions Club. Hoe deze dame haar carrière heeft opgebouwd, zal zij zelf aan jullie vertellen. Vandaag in de huiskamer, Karishma Mathura. Welkom Karishma. Dankjewel om vandaag aanwezig te zijn. Een beetje vreemd, want we hebben elkaar ontmoet in Dubai, om het zo te zeggen. En vandaag heb ik je hier in de huiskamer. Alvorens wij verder gaan om eigenlijk te weten wat jouw functie is en wat je allemaal doet, willen we eerst weten, wie is Karishma Mathura? Ja, leuk om er ook te zijn. Dankjewel dat dat mag. Karishma Mathura is een 34-jarige jonge vrouw van Komowene, die dus, ja, haar ding doet. Ik ben in verschillende organisaties actief en we hebben elkaar in Dubai ontmoet, dus je kent me een beetje en ik ben blij dat ik er mag zijn vandaag. Mm-hmm. Hopelijk kan mijn verhaal iemand inspireren of motiveren of gewoon een lach bezorgen. Yes. Van waar de naam Karishma? Nou, dat heeft wel een verhaal. Mm-hmm. Ik ben mijn moeders eerste kind. En ze was vrij jong in verwachting. Dus ze had wel complicaties bij de zwangerschap. En het had maar een haartje geschild of het was een miskraam. Ze moest op bed rust. Ze had issues. En vandaar dat ze zei dat ze de naam Karishma voor mij verkozen, omdat ik een wonderkind was, als het ware, in haar leven. Dus dat is het verhaal. Normaal zegt men van, ja, ik vond het gewoon een mooie naam, maar mijn moeder heeft er wel echt over nagedacht. En ze zei van, je bent mijn kleine wonder, dus ik noem je Karishma. Dus Karishma betekent eigenlijk wonder, ja. Als ik het goed heb. Ja. Oké. Je geeft al aan, je komt van Komowene en je bent de oudste, om het zo te zeggen. Heb je dan siblings? Ik heb siblings. Ik heb een zusje met wie ik een heel hechte band heb. Mijn zusje en ik zijn, ja, heel vaak met elkaar. We doen heel veel samen. En ik heb een broertje. En daarna heeft mijn vader met iemand anders ook een zusje gehad. Dus ik heb twee zusjes en een broertje. Ah, dus ja. Het is best een hele grote familie om het zo te zeggen. Ja, toch wel, ja. Als je gewoon siblings bij elkaar hebt, dan heb je altijd een hele leuke. De naam Karishma, noem men je echt Karishma of heb je roepnamen? De meeste mensen noemen me Kari. Mm-hmm. Gewoon een afkorting van mijn naam. Als kind ben ik veel geplaagd geworden. Ik zal die namen niet noemen. Mm-hmm. Maar vanwege mijn tanden, omdat ik geen recht gebit heb, werd ik vaak geplaagd. Maar niet dat men me nu nog zo noemt, hoor. Mm. Nu is het echt straight Kari. De meeste mensen noemen me Kari of Karishma. Mm. Oké. Meestal als kind groeien we op. Nou, je groeit gewoon op. Meestal als kind, nee. Je groeit gewoon op. Maar dan heb je, hoe je het nou keert of draait, is er altijd een mem die dat gewoon blijft. En je kijkt er altijd terug op. Heb je zo'n memory waarbij je denkt van, hé, dat is echt een hele leuke memory geweest. Dat ga ik gewoon niet vergeten. Ja, ik heb een heleboel. Op een of andere manier kan ik me heel veel van mijn jeugd nog heel vivid herinneren. Mm-hmm. Ik ben de meeste dingen van mijn jeugd niet echt vergeten. Maar een tijdje waren mijn ouders uit elkaar toen ik 5 of 6 jaar was. Mm-hmm. Ze zijn daarna weer bij elkaar gekomen. Maar toen der tijd dan had je dat mijn vader me elke zondag kwam afhalen om leuke dingen te doen. Dus we gingen vaak naar de dierentuin, naar de film. Dus de zondag was voor mij echt een dag waar ik naar uitkeek. En dan hadden we quality time. Hij verwende me echt op die dag. Ja. Dus dat is me ook een beetje bijgebleven. Op de zondag wil ik meestal ook echte tijd voor mij en mijn familie hebben. Dus die herinneringen zijn me het meest bijgebleven. Die zondagen dat ik speciaal werd afgehaald en uitgebracht door mijn vader. Die zijn me bijgebleven. Okay. Wie was je idool toen je opgroeide? Deze vraag wordt ik vaak gesteld. En ik ga gewoon eerlijk zijn, ik heb geen idool gehad toen ik opgroeide. Ik heb wel positieve invloeden gehad. Mm-hmm. En in mijn familie, tijdens mijn jeugd, hebben mijn moeder, mijn nani, dus mijn grootmoeder, en mijn mami, dat is dus een tante, aangetrouwde tante,
Die hebben heel, heel veel invloed op mij gehad als kind. Op de manier hoe ze omgingen met de problemen in hun leven. Mijn moeder heeft me bijvoorbeeld heel veel geleerd over normen, waarden en principes. Mm-hmm. Over hoe je relaties moet onderhouden, familiebanden moet onderhouden, vriendschappen moet onderhouden. Mijn nani daartegen heeft me veel over discipline geleerd. Naar mijn vader keek ik heel erg op wat zijn werk betrof. Mm-hmm. Weet je? Hij had een leuke marketingjob en hij was altijd super actief en creatief bezig. Dat was voor mij een grote inspiratiebron. Ik denk dat ik daar heel veel van heb overgenomen voor mezelf. En dus ik heb delen van mensen in mijn leven, mijn nani, mijn mami, mijn ouders, waar ik echt veel inspiratie en motivatie van heb kunnen uitputten. Ja. Maar dat ik zeg één idool, dat heb ik niet. Omdat ik weet dat mensen imperfecties hebben en dat niemand perfect is. Dus ik probeer niemand te idoliseren. Ja. Dus dat is wat ik heb gewoon invloeden genomen van mijn familieleden. Mm-hmm. Voornamelijk mijn ouders. Ja. Maar dat ik één idool heb, dat is niet het geval. Oké. Maar dat is meestal ook het beste om eigenlijk te doen. En niet op te kijken naar één persoon, maar echt de positieve kanten van personen en personalist gewoon te nemen eigenlijk. Want het is ook een druk voor de persoon om perfect te zijn, toch? Ja. En niemand is dat. Klopt. Oké. Wat is jouw levensmotto? Mijn levensmotto is don't stress, just strategize. Mm-hmm. Omdat ik vaak merk dat mensen, wanneer ze in een stresssituatie zitten, dat ze daar echt in kapot kunnen gaan, weet je. Ze kunnen zichzelf echt neerslaan erover, depressed raken erover. En soms zelf moord. Dat zo extreem gaat het ook wel. Voor mezelf heb ik altijd op de achtergrond van mijn hoofd, don't stress, just strategize. Ja. Dus wanneer je een probleem of iets hebt wat je tegenkomt en denk van hoe ga ik hiermee verder, zet gewoon een strategie op. Ja. Oké. Nadat je bent opgegroeid, gaan we natuurlijk naar school en dan kijken we op naar wat we allemaal willen worden in de maatschappij. Dan komen we op school. Waar ben je naar school geweest? Ik heb heel veel scholen bezocht. Oh mijn god. Mijn ouders hadden een turbulente relatie, mm-hmm. waardoor ik veel verhuisde. Mm-hmm. Dus waar mijn moeder ging, ging ik ook met haar mee. Mm-hmm. Ik ben geweest naar de Sohansingschool, op de lagere school, dat is aan de Wanikastraat. Ik ben geweest op de Seuraisingschool, dat is helemaal op Meerzorg. Ik ben geweest op de Jesserunmilo School, dat is op Charlesburg. Toen ben ik geslaagd voor de middelbare school, ging ik op Lyceum 1. Mm-hmm. Beste middelbare school. Ja. En daarna heb ik de universiteit afgerond. Mm-hmm. Daarna heb ik nog heel wat opleidingen en trainingen gedaan. Maar dat zijn dus de scholen waar ik ben geweest. Mm, oké. En wat is je favoriete vak geweest op school? Engels. Engels is altijd je favoriete geweest. Engels was super makkelijk voor me. Ik hoefde niet te studeren. Ik kreeg altijd hoge cijfers. Ja. Ja. Ik wilde persoonlijk ook graag Engels leerkracht worden. Mm-hmm. Ja? Ja. Ik denk dat ze anders gelopen. Onthoud dit, wat ze zegt. We gaan straks op wat ze heeft gestudeerd. Ja. Engels leerkracht. Oké. Heb je een memory waarbij je dacht van, dit is mijn beste time geweest op school. Je hield hiervan. De meeste mensen hielden van de pauze. Maar heb jij iets waarvan je dacht van, dit was echt leuk? Echt? Kijk, er zijn twee delen van de middelbare school die me heel erg zijn bijgebleven. Mm-hmm. En dat was slagen van de middelbare school. Dat was voor mij echt een highlight van mm-hmm. mijn leven, omdat ik de middelbare school echt zwaar heb ervaren. En ook dat ik ben blijven zitten op de middelbare mm-hmm. school voor het eerst in mijn leven. De eerste en laatste keer ben ik in de vijfde klas van Lyceum blijven zitten. Mm-hmm. En dat heeft me echt een wake-up call gegeven. Van je mag nog zo snel onthouden en nog zo slim zijn. Als je dat werk niet doet, ga je het niet halen. Ja. En vooral tweede kwartaal op een middelbare school. Dus, op het moment dat je 4-5 ziet, kom volgend jaar. De middelbare school is super memorable voor me geweest. Op, toen ik slaagde, was mm-hmm. het voor mij echt eindelijk klaar ermee. Ja. En ook down, dat ik daar voor het eerst ben blijven zitten. Mm-hmm. Dat ik ben blijven zitten, heeft ook een heel positief effect op mij en mijn werkattitude gehad. Mm-hmm. Weet je, dat je echt moet inzetten. Ja.
Ja. En dan was het echt dat je dacht van... Een week op. Weet je wat? Nooit meer. Nooit meer. Nooit meer. Oké. En wat is je laatste genoten onderwijs? Dat is een universiteit. Universiteit. Ja. En wat heb je gestudeerd? Ik heb rechten gestudeerd. En je hebt rechten gestudeerd. Ja. Engels leerkracht willen worden tot rechten. Ja. Waarom die switch? Na de middelbare school dan ga je een keus maken waar je je hogere educatie van gaat halen. Mm-hmm. En ik zei tegen mijn moeder en ik hadden die discussie. Ik zei van ik wil naar IOL, mm-hmm. want ik wil Engels doen. Toen zei ze van je bent met een pakket geslaagd mm-hmm. waar je naar de universiteit kan. En als je dat kan, ga je niet naar IOL. Je gaat naar de universiteit. Mm-hmm. Dus dat was een discussie. Ik kan me de avond nog heel goed herinneren. Ze zei van, als je geen pakket had gehaald, dan kan je naar IOL gaan. Ja. Maar je hebt wel pakketten gehaald. Dus je gaat kijken wat je uit die pakketten kan doen. En je gaat naar de universiteit. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb ik gekeken. Ik hield altijd van rechten. Ik hield van crime series. Mm-hmm. En van court cases. Op tv ziet het er heel anders uit dan in de realiteit. Het lijkt mm-hmm. zo spannend en actief. Dus zo heb ik voor rechten gekozen. Maar zeg je dan dat je de zesde klas van de middelbare school dan die week op call kreeg van nee, ga ik voor rechten studeren? Of had je dat wel ergens hangen in je hoofd? Van misschien kan ik direct... Ik had er wel een passie voor. Mm-hmm. Omdat het leek anders op de televisie, toch? Mm-hmm. En ik hield er wel heel erg veel van. Dus toen ik rechten als optie zag, keek ik er niet tegen op. Ik was er wel happy mee. Dus ik kan zeggen dat het een harde second choice was. Ja. Dus met alle overwegingen van mijn moeder, van je bent geslaagd voor een hoger pakket, ga ervoor, heb ik toch gekozen om dat te doen. Oké. Waarom die vraag eigenlijk is omdat er meestal niet wordt gekeken naar... de jongeren om. Meestal hebben we dat niet op school waarbij leerkrachten komen. Oké, laten we een gesprek met je hebben. Wat wil je worden? Ja. Later. Ja. De keus moet eigenlijk al tweede MULO plaatsvinden als je wil gaan naar de A of de B richting. Klopt. Wat ze doen na de middelbare school, zie je mensen die een S-pakket hebben, gaan ze voor economie, gaan ze naar het FAR bijvoorbeeld. Ja. Of naar ADEC om economie te studeren. Je bent al te laat voor. Ja. Zeg ik meestal. Je kan het halen, maar je bent dan te laat om die stap te maken. Dus daarom wat ik je eigenlijk vroeg, heb je het toen gedaan bij de zesde klas? Of je had het wel ergens hangen? Nee, ik hield er wel van. Maar in mijn mind wou ik IOL doen. Ja. Ik wilde Engels leerkracht zijn. Ik had zoveel Engels leerkrachten bestudeerd. Mm-hmm. Hoe happy. Ze waren meestal happy leerkrachten. Dus klopt. Dat wilde ik. Een job waar ik ook gelukkig in ben. Weet mm-hmm. je? Dat ik niet een zure attitude heb 's morgens. Want ik moet naar het werk. Mm-hmm. Dat mijn droom was om gewoon... gelukkig wakker te worden van ik heb een leuke baan, ik heb een leuke job en ik kan genieten van mijn werk. Ja. Oké. Tijdens de schoolcarrière of soms gewoon, je begint gewoon, kijken we uit naar een job dat een bijbaantje is om wat sekscentjes te kunnen verdienen. Ja. Wat was jouw eerste job? Over bijbaantjes kan ik een boek schrijven. Ik heb vanaf mijn 16e gewerkt. Mijn mm-hmm. eerste job was toen ik 16 jaar oud was. Ik zat op de middelbare school. Toen ben ik bij de Hatramee. Mm-hmm. Bij Hatramee als eerst begonnen als promo girl. Mm-hmm. Ze hebben levensmiddelen die ze importeren. En ik promote dus die levensmiddelen. Mm-hmm. Samples om te proeven. Flyers. Alles. Ja. Oké. En kan je like je eerste salaris? Ja. Het was 8 SRD per uur. 8 SRD per uur? Ja. Voor promowerk? Voor promowerk. En praten over toen? Ja, toen hadden we dan meestal vrijdagmiddag werk. Mm-hmm. Zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zondagochtend, zondagmiddag. Mm-hmm. Dus mijn eerste job was een weekendjob. Mm-hmm. Maar het was wel intensief hoor. 8 SRD per uur. Maar hoe je zo bezig was, hoe combineerde je dat dan met school? Behalve school had ik ook wel veel van de zorg van mijn broertje en zusje op me. Mm-hmm. Omdat mijn moeder en mijn vader dus op den duur gescheiden waren. En we met mijn moeder waren. Mm-hmm. En als alleenstaande vrouw opdraaien voor een huishouding met 3 kinderen. Dan ga je extra hard werken. Dus mijn moeder was heel veel aan het werk. Dus ik had mijn broertje, mijn zusje, mijn mm-hmm. eigen school.
de huishouding. Ik kookte al. Mm-hmm. En ik deed het gewoon. Ik stond vroeg op, zoals ik dat nu nog steeds doe. Yeah. En in de ochtend zorg ik voor de pot en de schoonmaak. En door de dag heen, dan combineer ik de rest wat ik wil doen. Oké. Gedurende het maken van je carrière, van waar je vandaag bent eigenlijk, heb je een influencer gehad of zeg je van, mijn gevoel zei het gewoon om ervoor te gaan en dat heeft me eigenlijk gebracht naar de carrière waar ik vandaag ben? Influencers heb ik heel veel gehad. Mm-hmm. En het zijn veelal de mensen die de leiding hebben gehad in de organisaties waar ik zat. Mm-hmm. En soms meer in mij zagen dan ik in mezelf zag. Yeah. Soms heb je niet door hoeveel potentie je hebt, omdat je dag tot dag leeft. Je doet je best, weet je wel. Je hebt het zelf niet door. Maar er zijn soms andere mensen die dat wel in je zien, jouw potentie. Mm-hmm. En misschien een beetje meer belief in je hebben dat jij op jezelf, in jezelf hebt op dat moment. Dus dat geluk heb ik wel gehad. In het bedrijfsleven was er een directeur daar, meneer Shagaria. Die heeft me altijd gepusht en gepowered om ervoor te gaan, om me in te zetten. Hij heeft me heel veel beïnvloed wat betreft business development en zelfontwikkeling. En buiten het bedrijfsleven heb ik in de partij, in de politieke partij waarin ik zit, ook heel veel positieve invloed gehad van de mensen die daar aan leiding waren en de coördinatie deden. Ook wel de voorzitter, de heer Chan Santokhi. Ik heb best wel veel positieve influence gehad en ik ben daar heel dankbaar voor. Je geeft aan, je bent het politiek ingestapt. Ja. Waarom die keuze om politiek binnen te stappen? Dat was in 2014. Mm-hmm. 2013, 14 ergens moest het geweest zijn. En ik was toen pas verhuisd naar Kwamawene. En ik was aan het afstuderen, dus ik hoefde niet meer elke dag naar ADEC. Ik had best wel veel vrije tijd. Ik was ook gestopt met een baan die ik had toendertijd. Dus ik was op Kwamawene met veel vrije tijd en ik wilde graag sociaal werk doen in die vrije tijd die ik had. Want ik heb zoiets van, als je te veel vrije tijd hebt, kan je soms met verkeerde dingen bezig gaan zijn. Dus als je vrije tijd hebt, vul het productief in, vul het positief in om te voorkomen dat je met verkeerde dingen gaat bezighouden. En voor mij was sociaal werk een van de opties dat ik graag wilde doen. En de VHP, Jongerencommissie, deed dat in Kwamawene. En ze hadden ook wel een naam gemaakt in de tijd dat ze wel veel sociale projecten deden. In de resorten, vooral achterin, in de achterkant van Kwamawene, Marienburg, Soelen, zeg maar. Dus vandaar dat ik me graag wilde aansluiten. Dat heb ik ook gedaan. Oké. Je was tevens de voorzitter van de Jongerenraad. Ja, nog steeds. Nog steeds, oké. Voor welke veranderingen heb jij mogen pleiten die eigenlijk heden ten dagen nog steeds bestaan? Voor de jongeren? We hebben ervoor gezorgd. Ik zou niet zeggen dat ik het heb gedaan. Dat is een groepseffort. De Jongerenraad bestaat uit 25 mensen. Mm-hmm. En los van de Jongerenraad landelijk heb je de jongerencommissies in de districten. Dus we hebben ervoor gezorgd dat we heel veel sociale projecten hebben gedaan. Jongeren recreatief bezig hebben gehouden. Want zoals ik al eerder zei, als je vrije tijd hebt, is het goed dat je dat positief invult. Mm-hmm. Want als je dat niet doet, kan je op het verkeerde pad terechtkomen. Klopt. Dus we hebben jongeren recreatief veel bezig gehouden. We hebben sportevents gedaan. We waren toendertijd een oppositiepartij. Dus veel grote projecten konden we niet doen. We moesten werken met de sponsoren die we hadden, met de middelen die we op onszelf konden ophoesten. Dus we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk sociale projecten, educatieve projecten, trainingen te verzorgen en recreatieve projecten uit te voeren in de verschillende districten. Ja. Ik zie dat je heel veel luistert naar je verhaal natuurlijk. Ik zie dat ik heel veel dat je heel veel bezig bent met jongeren. Ja. En dat dat eigenlijk een van jouw hoogtepunten zijn, is dat je echt iets wil betekenen voor de jongeren. Waarom heb je die keuze gemaakt om eigenlijk ervoor te gaan dat de jongeren tenminste wel iets worden in de maatschappij? Op basis van mezelf, omdat ik zelf ook een jongere ben,
toen was ik jonger, nu ben ik ietsje ouder. En op basis van de mensen om me heen. Yeah. Want mezelf vooruitbrengen. Mm-hmm. Ik zou niet zeggen dat het makkelijk is, maar het gaat wel. Mm-hmm. Maar om de groep, de mensen in je omgeving samen met je mee te trekken. Van iedereen moet vooruit gaan. Yeah. Dat is de uitdaging. Yeah. Dus mezelf als voorbeeld genomen, de mensen met wie ik optrek, mijn vrienden, familie. Weet je, je wilt uiteindelijk dat er een goede leefomgeving is. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Mm-hmm. Want vooruitgaan is niet prettig als jij alleen vooruit gaat. Iedereen om je heen moet vooruit gaan. Klopt. Dus dat is de uitdaging die ik ben aangegaan van mezelf. En mezelf vooruit trekken is niet makkelijk, maar het lukt. Mm-hmm. Dus ik wil me inzetten om meer jongeren te pushen om wat te betekenen voor hun gemeenschap. Mm. Niet alleen voor hunzelf. Dus als iedereen van alle resorten en alle straten een paar jongeren hebben die dat op zich nemen. Van ik trek mijn gemeenschap, ik trek mijn buurt, ik trek mijn straat een beetje naar voren. Ik doe mijn best om de problemen op te lossen. Om de jongeren positief bezig te houden met sport, met educatie, met trainingen, met spelletjes. Als dat in alle straten zou gebeuren, zou het land er heel anders uitzien. Zou de wereld er heel anders uitzien. Precies. Voorzitter van de Jongerenraad en je bent al door bezig geweest met projecten, zo vooruitgang en ook de jongeren op been te zetten zodat zij iets betekenen. Je geeft zelf aan, je hebt projecten uitgevoerd zoals sportverenigingen voor hun te organiseren, sportactiviteiten en noem maar op. Heden ten dagen zit de VHP nu aan de macht. Betekent je iets meer kan betekenen voor deze mensen? Welke veranderingen zou jij nog meer willen voor deze jongeren? Nou, heel veel, maar het moet structureel aangepakt worden. Want ik kan niet zeggen dat ik van Komowenen ben, dus ik zet mijn aandacht op Komowenen alleen, snap je? Het moet structureel aangepakt worden. Ik ben ook verbonden bij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken als directeur van het Nationaal Jeugdinstituut. Ik ga dus eigenlijk niet over jeugdzaken, want het zijn twee verschillende dingen. Nationaal Jeugdinstituut gaat over jongerenparticipatie. Dat betekent dus dat jongeren inspraak mogen hebben op het bestuur van het land. Dat gaat middels adviezen of activiteiten. En jeugdzaken gaat meer over jongerenproblematiek. Mm-hmm. Zij dealen dus meer met de issues en de problemen. Ik deal meer met de jongeren die zich kunnen profileren. Ja. Dus het zijn twee verschillende groepen en twee verschillende beleidsgebieden. Maar de directeur van jeugdzaken en ik hebben een hele goede samenwerking. Waardoor ik toch een bepaalde invloed probeer te hebben op het beleid van jeugdzaken. Mm-hmm. Maar dat moet ook aangepakt worden. Het heeft een hele poos stilgelegen vanwege onderbemanning. Maar inmiddels is er een directeur die vervangen is. Er worden bepaalde directiefuncties ingevuld. Er wordt structuur gegeven. Het beleid is uitgezet. En het gaat veelal om zelfredzaamheid. Mm-hmm. Dat jongeren de capaciteit kunnen krijgen van, door middel van trainingen. Okay. Yeah. Door middel van ondernemerschap opportunities die gecreëerd worden. Programma's die uitgezet worden. Dat de jongeren zelfvoorzienend kunnen zijn in de toekomst of nu direct. Er is in het verleden veel aandacht besteed aan spelletjes. Vakantieactiviteiten en spelletjes, dat is allemaal heel belangrijk. Maar het huidige beleid gaat toch wel meer richting zelfredzaamheid en jongerenondernemerschap. Ja. Dus dat is een beetje een wijziging dat nu geïmplementeerd wordt, nu ingewerkt wordt. Het gaat wat tijd kosten, maar het ziet er goed uit voor de toekomst. Okay. Ja. Maar als er jongeren zijn die misschien een onderneming aan zich hebben en ze willen een stapje verder, kunnen zij zich dan aanmelden of zoeken jullie die mensen zelf op? Het gebeurt normaal via de dependances van de districten. Mm-hmm. Zij werken dus dan samen met de DC's om jongeren in het district te identificeren die dus kunnen in aanmerking kunnen komen voor een training of ingeschreven kunnen worden voor programma's.
Dus dat is een werkwijze tot nu toe. Maar uiteraard zijn er altijd wel oproepen die gedaan worden op de Facebookpage van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ik stimuleer altijd de jongeren om de Facebookpage te volgen. Want wie is nu niet op Facebook? Klopt. Volg de page. Er worden heel vaak ook oproepen gedaan voor jongerenorganisaties om zich in te schrijven. Omdat we ook veel via de jongerenorganisaties werken. Zij beheersen dus de jongeren. Ja. Dus dat is de werkwijze. En daarmee hopen we nog veel meer te bereiken. Ja. Oké. Als ik zo naar je luister, heb je vaker wel de leidingpositie aangenomen. Ja. Van voorzitter naar de directeurpost. Wat is voor jou een van de dingen die een leider echt in zich moet hebben? Doorzetting. Omdat je vaak momenten hebt waar je probeert iets te doen, iets te bereiken. En het lijkt maar niet te lukken. Mm-hmm. Weet je, het is heel normaal hoor, om gedemotiveerd te worden wanneer je iets wil doen. Of een prestatie wil neerzetten en het lukt maar niet. Soms heb je tegenwerking, soms heb je geen middelen. Soms zijn de omstandigheden gewoon van die aard dat het niet lukt. Zoals bijvoorbeeld COVID nu hebben gehad. Klopt. De afgelopen 2 jaar. Zoveel mensen hadden zoveel dromen, aspiraties. En vanwege de omstandigheden is het niet gelukt. Mm-hmm. Maar wat voor mij heeft geholpen is gewoon pure doorzetting. Dat is ook een van de adviezen die mijn moeder me had gegeven. Omdat... waarschijnlijk zag ze iets in me. Ik denk dat je moeder altijd. Ja. Waarbij ze het nodig vond om hiermee echt op me te drammen. Het is iets dat ze me wekelijks zei. Ja. Je hoeft niet slim te zijn om het te maken, je moet een doorzetter zijn. Ja. Slim zijn betekent nog niet dat het gaat lukken. Mm-hmm. Doorzetten gaat betekent dat het gaat lukken. Ja. Oké. Meestal als vrouw is het niet belangrijk om een stem te laten horen in het zogenoemde mannenwereld. Ja. Het is en blijft niet makkelijk voor de vrouw. En het wordt steeds moeilijker. 1, je bent in de politiek als vrouw. 2, je zit als directeur als vrouw. Mm. Heb je momenten gehad waarbij voor jou het echt moeilijk is geweest om een stem of iets op punt te maken op tafel tijdens een discussie? Ik mag wel van geluk spreken wat dit betreft. Mm-hmm. Dat ik altijd in organisaties ben geweest waar de vrouw heel veel respect gegeven wordt. Mm-hmm. Zowel op de werkvloer als in de politiek, in mijn sociale organisaties. Ik mag van geluk spreken, maar ik weet dat het niet voor een ieder zo aan toe gaat. Mm-hmm. Wat ik wel heb is dat men vaker vooroordeelt op basis van, oh, het is een jonge vrouw. Wat weet zij? Weet je wel, zo'n vooroordeel heeft. Maar zolang je de ruimte krijgt om je zegje te doen, wat voor mij wel altijd het geval is geweest, kan je alle vooroordelen van de tafel weghalen. Mm-hmm. Zorg er gewoon altijd voor dat je goed voorbereid bent. Want als iemand een vooroordeel over je heeft, van het is een vrouw, het is een jonge vrouw, ze zal toch niet veel weten hierover. En je gaat onvoorbereid naar zo'n gesprek of zo'n meeting of wat dan ook. Project, maakt niet uit wat het is, dan geef je hun gelijk. Ja. En dan zet je niet alleen jezelf naar achteren, maar je zet elke jonge vrouw een stapje naar achter. Ja. Want men gaat jouw performance beoordelen voor alle andere jonge vrouwen. Mm-hmm. Dus wat mij veel heeft geholpen wat dat betreft, is voorbereid zijn. Ja. Doe je huiswerk, bestudeer wat je wilt zeggen. Formuleer je gedachten voordat je aan tafel gaat, voordat je in het project gaat, voordat je die nieuwe baan aanneemt, voordat je in de meeting gaat. Formuleer je gedachten van tevoren. Want niks is zo frustrerend als een punt hebben wat je zegt. Je hebt een punt dat je op tafel wil zetten, maar je verwoordingen laten je in de steek. Mm-hmm. Of je zenuwen nemen over en het komt niet goed over. Komt dom over. Ja, ze direct. Ja, precies. Zal weer die vrouw. Zal weer die vrouw. Ja. Zal weer die vrouwen die zo emotioneel denken, weet je. Ja. Dus voorbereiden, hij heeft me veel geholpen, want ik heb het verschil gezien. Wanneer ik ergens onvoorbereid ga en wel voorbereid ga. Ja. Ik zie het verschil in mijn performance. Ik zie het verschil in de manier waarop ik mijn woorden kies. Mm-hmm. Dus... Ik mag van geluk spreken dat in mijn politieke carrière ik best wel veel ondersteuning heb gehad. Vooral van de mannen. Want die mindshift dat vrouwen gelijke rechten moeten hebben en gelijke inspraak moeten hebben. En er
eerlijke verdeling in bestuursposities en in leidinggevende posities moet komen. Het moet niet alleen van de vrouw komen, maar het moet ook bij de man leven. Klopt. En je zegt dat het is een mannenwereld, maar de man moet zich openstellen voor verandering, snap je? Ook in de huishouding moet de man zich openstellen. Als beide partners werken, moeten beide partners huishouden. Ja. Als beide partners geld in huis brengen, moeten beide partners ook de huishouding kunnen draaien. Yeah. De gherkekam, zoals we dat noemen, kunnen doen. Yeah. Niet alleen dat de vrouw voor alles verantwoordelijk is en ook nog moet gaan werken. En dan moet ze dat thuis nog komen kopen. Ja, voor dus ik mag eerlijk zijn dat ik heel veel geluk heb gehad. Van mijn vader heb ik alle ondersteuning gehad. Van mijn schoonvader heb ik alle ondersteuning gehad. Van mijn partner heb ik alle ondersteuning gehad. Ik heb heel veel geluk gehad wat dat betreft. Ik weet dat het niet voor ieder zo is. Klopt, yeah. Maar wat ik kan zeggen van hoe wij als vrouwen ervoor kunnen zorgen dat we ons punt altijd goed op tafel kunnen zetten in de mannenwereld, is om super goed voorbereid te zijn. Yeah. En kansen te creëren. En niet op ze te wachten. Yeah. Want, te komen met opportunities van kunnen we hier mee pleiten of laten we iets doen met zoiets. Laten we kijken. Creëer de kansen, wacht niet erop, want als je gaat wachten dat het je gegeven wordt, ga je heel lang wachten. Dus als vrouw moeten we een beetje agressiever zijn wat dat betreft. Kansen creëren en aangrijpen wanneer het er is. Niet afwachten. Denken van, ik verdien het, ik ga het krijgen. Je gaat het niet krijgen. Okay. Je moet het pakken. Wat zou jij, hoe je het nou keert of draait, heden en dagen heb je dan nog dat, als je een statistiek-wise zou moeten bekijken, is dat de vrouw ergens nog steeds teruggetrokken wordt in het doen en laten voor wat zij wil zijn in de maatschappij en wat zij wil doen in de maatschappij. Hoe zou jij zo'n vrouw motiveren om uit de kasten te komen, uit de bangheid en niet te gaan op, mijn god, wat gaat men zeggen? Maar tenminste iets te betekenen voor zichzelf en daarna voor de Surinaamse samenleving of een samenleving. Ja, is waar. Het is erg waar. En ik mag ook zeggen dat ik dat ook wel heb ervaren. Ik ben niet altijd super confident en super zelfverzekerd. Maar wat ik zou adviseren aan de vrouw, de Surinaamse vrouw, is je leeft voor jezelf. En als je jezelf niet happy kan maken, ben je niet in staat de mensen om je heen happy te maken. Mm-hmm. Wat we vaak zien is dat vrouwen niet voor hunzelf leven, maar voor anderen. Voor hun kinderen, voor hun partner, voor hun omgeving, voor hun familie. Maar als jij zelf niet gelukkig bent, omdat je opofferingen hebt gemaakt waar je niet echt eens mee bent, niet eens over bent. Je hebt opofferingen gemaakt, je hebt je keuzes gebaseerd op anderen dan jezelf. De mensen die een mening over je hebben. Je familie, maakt niet uit. Het kunnen mensen zijn die de beste bedoeling hebben. Maar zij weten niet wat in jouw hart en in jouw mind leeft. Jij weet wat in je hart leeft. Jij weet wat jouw verlangens zijn en wat jouw dromen zijn. Dat kan je niet van anderen verwachten. Dus leef voor jezelf, want je kent jezelf. Als je jezelf nog niet kent, leer jezelf kennen. Mm-hmm. Ga op zoek, wie ben ik? Waarvan hou ik? Wat zijn mijn dromen? Wat zijn mijn aspiraties? Wat zijn mijn angsten? En als je jezelf hebt leren kennen, dan weet je wat je moet doen. Dan weet je wat je wilt bereiken. En dan moet je van dat gevoel uitwerken. En niet van externe factoren, van andere mensen die iets te zeggen hebben over je. Of iets een bevinding hebben over je. Want zij weten niet wat in jouw hart is. Ja. Zij weten niet wat in jouw mind is. Dus jij alleen weet dat. Dus leef voor jezelf. Als je jezelf happy kan maken, kan je de rest happy maken. Dus als je geeft om mensen en bepaalde dingen voor hun wil doen, doe het eerst voor jezelf. Maak jezelf eerst happy, dan maak je de rest happy. Oké. Okay. Nou, dan weten jullie vrouwen het en een hele goede boodschap naar jullie toe. Wat is je meest leukste travel experience geweest? Niet zo lang geleden heb ik de gelegenheid gehad vanwege mijn ervaring in het bedrijfsleven. Toen ik voor de bedrijven werkte, voordat ik directeur van het Nationaal Jeugd Instituut was, heb ik veel gewerkt in sales, marketing en business development. Ging ik vaak naar het buitenland om trade fairs te doen. Dus handelsbeurzen, kan je zeggen. Ja. Ik heb de vakantiebeurs gedaan, ik heb houtbeurzen gedaan. Dus
in dit kader heeft dus de regering me gevraagd om te ondersteunen bij Dubai Expo 2020. Dat is dus een expo waar verschillende landen en internationale organisaties bij elkaar komen voor 6 maanden. Om een exposé te doen van hun land. En om te zoeken naar strategische diplomatische partnerschappen. Om zodoende hun land vooruit te brengen. Mm-hmm. Dus ik ben naar daar geweest. Ik heb mogen meewerken aan Dubai Expo 2020. En dat is voor mij de leukste werkervaring uitlandig tot nu toe. En daar heb ik jou ook leren kennen. Klopt, zie, daarom was het leuk om mee. Ja, we hebben heel veel leuke mensen leren kennen. Ik heb ook heel veel mogen leren over het verschil tussen het bedrijfsleven en een missie in het buitenland voor het bedrijfsleven. Mm-hmm. En nu een missie van de overheid. Ja. Er is toch wel een verschil in en ik ben dankbaar dat ik dat heb mogen opsteken. Oké. Je bent tevens lid van de Lions Club. Wat houdt de Lions Club eigenlijk in? Ja, ik ben lid van Lions Club Kamerwijnen. En dat is dus een organisatie, een internationale organisatie. Waarbij er verschillende... Ja, het is een internationale organisatie met verschillende lidlanden. Okay. Ja. En Suriname is dus ook lid. En er zijn dus verschillende Lions departments in Suriname aan de hand van locaties. Oké. Okay. Ik zit dus in Lions Club Kamerwijnen en dat buigt zich dan over sociaal werk op Kamerwijnen. Mm. Dienstbaar zijn voor de gemeenschap van Kamerwijnen, voor zij die het nodig hebben. Mm. Oké. Okay. Wat zou jij je beste prestatie noemen? Want je hebt best een hele grote cv, heel veel ervaring. Wat zou jij je beste prestatie noemen tot nu toe? Beste, één enkele beste zou er niet zijn, maar er zijn een heleboel milestone momenten geweest, peak momenten geweest, waar ik dacht van dit is life changing. Mm-hmm. De eerste was toen ik van officer naar coördinator naar manager ging. Het woord manager was voor mij vanaf mijn 16e al een aspiratie, een droom. Dus toen ik uiteindelijk manager werd, een paar jaar geleden, was dat een piek moment voor mij. En toen ik de overstap maakte van de particuliere sector naar de overheid, dat was dus 10 december 2020, dat was voor mij ook een highlight. Ja. Omdat ik altijd al iets heb willen betekenen voor mijn land en mijn gemeenschap. Mm-hmm. En vanuit het bedrijfsleven dan gaat dat niet echt op. Je bent meer op business gericht dan voor het dienen van de gemeenschap. Ja. Dus toen ik de gelegenheid kreeg om dan eindelijk voor de staat te werken, iets voor mijn land te mogen doen, iets voor mijn gemeenschap te mogen doen, was ik daar, dat was ook echt een piekmoment voor mij. Ik ben daar heel happy mee. Oké. Binnen ons carrière die we eigenlijk opbouwen, of ons levens die we voortzetten, tot 7 voet onder, zijn er lessen die we leren in ons leven. Het mogen de slechte zijn, het mogen de goede zijn, het mogen de mensen van buiten zijn die ons wat leren. Heb jij zoiets meegemaakt waarbij je zou denken van, dit is een van de lessen die ik heb geleerd en ik ben eruit gegroeid? Het mag positief zijn als negatief. Sowieso wat ik al eerder aanhaalde, de eerste keer dat ik bleef zitten. Veel mensen maken dat mee, maar voor mij is dat life-changing geweest. Misschien had ik een beetje te veel confidence voordat dat gebeurde. In mezelf en in mijn brain capacity. Ja. En dat heeft me een beetje naar de grond gebracht. Mm-hmm. Van maakt niet uit, al bij iemand die dingen snel onthoudt. Al bij iemand die snel dingen kan leren. Als je niet achter je werk aan zit, komt het niet goed. Mm-hmm. Je weet toch, je moet het werk doen. Je moet er doorheen gaan. Want als mens, het is vrij natural dat we als mens een shortcut zoeken. Mm-hmm. Dat we door die hele inzet, die hele jugu-jugu van die hele struggle niet willen gaan. We willen een shortcut hebben om ons doelen te bereiken. Mm-hmm. En toen ik ben blijven zitten, is dat voor mij een wake-up call geweest dat een shortcut niet bestaat. Ja. Je gaat falen. Je weet toch? Ik bleef toen de tijd zoeken naar shortcuts. Mm-hmm. In plaats van over de stof heen te gaan, dan bestudeer je oude tentamenwerkjes. Yeah. Je studeert eigenlijk niet. Je studeert oude tentamenwerkjes. Ja, of gewoon een keer. Deze vraag komt vaker voor. Dus dat jaar heb ik veel naar shortcuts gezocht. Mm-hmm. Om,
om mijn doel te bereiken. Over te gaan, toch? Op een snelle, ja, makkelijke manier. En dat heeft me geleerd dat shortcuts niet bestaan. Ja. Je moet door die struggle heen gaan. Je moet die ontbering nemen. Ga, ja, doe het gewoon en het komt goed. Dat heeft, ja, voor mij tot nu toe gewerkt. Mm-hmm. Ga er doorheen en het komt goed. Ja. Het moment dat je naar een shortcut zoekt... Faal je. Oké. Als we denken aan Karishma Mathura, waar zien we haar over 5 jaren? Hopelijk nog steeds binnen de regering. Mm-hmm. Ik wil graag door blijven werken voor, mm-hmm, de overheid. Alhoewel mijn CV meer beladen is met businessprojecten dan overheidsprojecten. Mm-hmm. Wil ik het nu opbouwen in het bestuurlijke. En hopelijk nog steeds als iemand die gelooft in dienstbaar zijn. Die gelooft in positieve invloed hebben op mensen. Zoveel mogelijk als ik kan. Ook mijn naasten, maar ook vreemde mensen die ik niet ken. Ik wil altijd een positief effect hebben op mensen. Die dat ook zijn. Want, mm-hmm, uiteindelijk als iemand jou negatief benadert, is het niet altijd zo makkelijk om ook positief terug te zijn. Yeah. Maar ik wil daaraan werken. Ik ben iemand die erin gelooft dat je continu aan jezelf moet werken. Niet alleen professioneel, want veelal focussen we daarop. Maar ook persoonlijk. Yeah. De persoonlijke ontwikkeling. De manier hoe je omgaat met negatieve emoties. Woede, frustratie, jaloezie. Angst, paniek, ja, de manier hoe je omgaat met emoties die niet echt productief zijn. Daarin wil ik natuurlijk ook blijven groeien. En de positieve emoties wil ik dus meer, ja, energie geven. Oké. En als laatst heb je een boodschap naar de jongeren toe. Ik zou zeggen als jongere, ik denk dat de boodschap die ik aan de vrouwen heb gegeven voor een ieder toepasselijk is. Leer jezelf goed kennen. Leer je zwaktes en je sterktes kennen. En ga je focussen op het verwijderen van je zwaktes, het verminderen van je zwaktes en het versterken van je sterke punten. En wees nieuwsgierig. Wees een doorzetter. En don't stress, just strategize. Want tegenslagen gaan we altijd hebben. Het is part of life. Geloof niet in shortcuts. Ga door de struggle heen. Doe je werk zoals je het moet doen. Zet je in voor alles wat je wilt doen. En blijf een positieve invloed op jezelf vooral. Maak jezelf eerst gelukkig en dan volg de rest van de samenleving. Nou, dankjewel Karishma om vandaag in de huiskamer te mogen zijn en jouw ervaring te mogen delen van wie je was tot waar je vandaag staat. En dat je het eigenlijk hebt mogen maken binnen deze mannenwereld. Ik ben er nog niet, maar dankjewel. Maar dat je echt gewoon als hoeveel je leeftijd hebt aangegeven en kijk waar je vandaag staat. So thank you for it. En namens Trujillo in de belichting zeg het maar, wil je een klein geschenkje geven en hopelijk je ermee kan genieten. Dankjewel. Wij zijn aan het einde gekomen van ons DBM-programma Zeg het maar voor deze aflevering. Jullie hebben het allemaal van Karishma Mathura mogen horen. Hoe moeilijk zij het had in haar jeugdjaren, mee moest helpen in het huishoud en voor haar broers en zusters moest zorgen. Maar dat heeft haar niet weerhouden om haar studie te kunnen afronden. Kijkers en luisteraars, laat haar verhalen inspiratie zijn voor jullie, zodat de meesten ook een voorbeeld kunnen zijn binnen hun district om wat te kunnen betekenen voor de jongeren. Mijn naam is Shanita Bagwandin, jullie presentatrice geweest voor deze aflevering. En ik zie jullie tot de volgende keer.